De overman presenteert. De Japanse steenhouwer. Max Havelaar heeft in een tijdschrift het verhaal van Jeronimus over de Japanse steenhouwer gelezen. In dit verhaal moet een man stenen houden voor weinig geld. En daarom is hij erg ongelukkig. De man wenst dat hij rijk zou zijn en een engel uit de hemel maakt hem de rijkste man op aarde. Dan ziet hij de koning rijden en de man wil eigenlijk ook wel koning zijn. Dit regelt de engel en de man is nu koning. Dan ziet hij dat de zon de aarde verbrandt, en hij wil nu de zon zijn. En als zon verbrandt de man de aarde, maar nog is het niet goed. De wolken houden de zonstralen tegen. De man wenst nu wolk te zijn en laat het regenen op aarde. Toch is hij niet tevreden. De rots wil niet uitwijken voor de regen. De man wordt nu rots. Nog is hij niet tevreden. Hij wordt uitgehakt door een steenhouwer. De man beseft dat hij zwakker is dan de steenhouwer en wenst weer steenhouwer te zijn. De man is weer steenhouwer, net als eerst. Hij werkt voor weinig geld, maar is erg gelukkig. Einde. Lees dit boek als je geïnteresseerd bent in. Japanners, Steenhouwers.